gewoon veel. Ja. Ja! Oh! Ja, oh! Dikke volger, dikke volger. Hallo beste kijkers en welkom bij een nieuwe video. Vandaag doe ik een heel ander soort video. Het is geen vlog of een uitlegvideo, maar een soort van storytime video. Ik heb namelijk 3 gemeentes in 1 dag weten te klaren. En ik vond het wel een mooi idee om eventjes een soort van experimentele video te maken. Gewoon een beetje een verhaal te vertellen over hoe ik die 3 gemeentes geklaard heb. En alle pogingen die ik daarvoor gehad heb. Ik wil graag ook jullie feedback hebben in deze video. Dus als het kan, laat dan een reactie achter met jullie feedback. Want dit is een beetje de opbouw die ik wil gebruiken bij de film. Als ik straks in elke gemeente van Noord-Holland een snoek gevangen heb. Ik heb goed nieuws alvast. Dit weekend zou ik naar Alkmaar gaan om een snoek te vangen. Dat is gelukt. Dus we zitten in ieder geval op 25 gemeentes. En we gaan nu de video beginnen. Veel kijkplezier. Gemeente Bergen. En dan nog specifiek in Bergen. Gaat het wat worden? Let's find out. Gemeente Bergen was een uiterst kalmerende gemeente om in te vissen. Tijdens mijn eerste bezoek aan deze gemeente was het nog echt zoeken naar water waar de snoek zou zwemmen. Echter was het soms iets te kalmerend om de focus erbij te houden. De volger. Ik trek hem net het water uit. Ja. Ach, jongens, waarom let ik nou niet op? En helaas voor mij zou dat gebrek aan focus mij deze snoek kosten. Jammer. Had hij je haak al? Nee. Ik trek hem het water uit. Ik wilde dat eruit. Zo. Shit, hè? Jammer, man. Hij heeft hem wel weer hoor. Maar als hij werkt. Poseer eens even met je vis. Mooie vangst hoor. In Bergen, hè? Ja. Zo, dan zijn we weer in Bergen. Het is nog vroeg in de ochtend en het is mooi weer. Ik heb de aanpak even een beetje aangepast. Ik ga toch met heel klein spul vissen. Want ik ben bang dat er niet zo heel veel grote snoek zwemt, want er is ook heel weinig water. En om mijn kansen toch even te vergroten, om een snoek te vangen, moet ik even wat kleinere aas gebruiken. Dan hoop ik toch misschien zo'n potloodsnoekje vangen of zo. Even voor context. Weet je hoe ondiep het hier is? Dat is de bodem. Centimeter of 10, 15. In het midden is het 30, 40. En zo is al het water hier een beetje, dus dat maakt het ongelooflijk lastig om te vissen. Nou, vorige keer hadden we dus 1 snoek gevangen. We hebben er eentje laten schrikken. Nou, dat laten schrikken, dat heb ik vandaag ook alweer gedaan. Dat lag echt heel strak langs het kantje. Ik heb er nu een kleine BBZ aan gehangen. Nou, specifiek omdat deze heel ondiep gevist kan worden. En waarom dit kleintje? Nou, ik verwacht eigenlijk niet een hele grote snoek hier aan. Dus om toch een snoek te vangen, heb ik besloten om iets kleiner aas te gebruiken. Want ja, voor deze challenge een snoek is een snoek, ongeacht de lengte. Heb ik nou volgen? Lijkt dat zo? Nee, lijkt zo. Oké, maar dat is een beetje de theorie erachter. Ik heb het gevoel dat ze allemaal een beetje langs het kantje zouden moeten liggen, of langs de takken. Want het is kraakhelder water. Dus die snoeken die moeten beschutting pakken, anders worden ze gepakt door reigers of fut of aalscholvers of wat dan ook. Andere snoeken. Dus een beetje de kantjes afwerken en kijken of we zo onze snoek kunnen krijgen. Ik zou er snel genoeg achter komen dat dit volgevoel zou kloppen. Ik zou snoek moeten kunnen zien als ze hem volgen of als ze langs de kant liggen, maar ik denk dat dat hele donkere snoeken zijn. Omdat het best ja, een bruine bodem is en die beesten die zijn toch wel gecamoufleerd natuurlijk. Dus dat bedoel ik. Dat bedoel ik dus. Er lag er dus gewoon eentje hier voor het kantje. Dat was een goede snoek trouwens. Oh ja, ja. Ik ben blij dat ik het op film heb, want dat vat wel vandaag al een beetje samen. Als ik heel eerlijk ben. Lopen. Want ja, het zijn toch wel weer 2 kansen verpest. Maar aan de andere kant. Ik had hem 2 keer langs het kantje gegooid. Als hij echt honger gehad zou hebben, dan had hij hem al gepakt, denk ik.
Maar ik ben in ieder geval twee snoeken waar ik naar kan terugkomen aan het einde van de dag. Ja, oh, dikke volger, dikke volger. Ik zie hem zwemmen. Deze heeft een witte plek op zijn kop, deze moet niet te missen zijn. Mooi 70er. Een hele mooie plek op zijn kop, goed te herkennen. Deze is iets groter dan degene die ik net liet schrikken. Oké, nou ja, ik zie ongeveer waar hij zwemt. Ik ga er even wat anders aan hangen. Kijken hoe we het gaan aanpakken, want dat ligt erg dicht langs het kantje. Ik heb er een setje aan hangen. Iets natuurlijker gekleurd. Ah, nee, ik pak een tak voor zijn voet. Oké, daar is er niet van geschrokken. Maar hoe ga ik dat aanpakken? Want er ligt. Oeh! Oké. Hij viel wat aan. Ik weet niet wat dat was. Deze snoek speelde het veilig en liet zichzelf niet meer zien. Ik zou op zoek moeten gaan naar een andere vis. Ja. Oh. Zo, we gaan net op de bodem parkeren. En gemeente Bergen is klaar. Hoppa. Geen reus. Zeker niet zo groot als die eerste snoeken die ik zag. Maar het is er één. En ik ben daar natuurlijk weer gigantisch blij mee. Hallo jongens, daar zijn we dan. Ik heb mijn snoek voor de gemeente Bergen gevangen. Het is geen monster. Maar ja, het is natuurlijk een hartstikke leuk snoekie. En ik ben blij dat deze methode toch beloond heeft eigenlijk. De eerste keer dat ik hier was, heb ik toch even iets groter aas gebruikt. En dat bleek niet heel effectief. Nou, dat was misschien vandaag net een betere dag. Het is namelijk al de vierde snoek die ik gezien heb in een uurtje tijd. Nou, ik ben er natuurlijk hartstikke blij mee. Ik zal hem nog even snel meten. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik zat hem op een centimeter of 40. Is 47 centimeter. Mooi visje. Ik zal hem ook even via het net weer terugzetten, want ik sta best hoog hier op deze steiger. Hallo. En dan mag ik weer zwemmen. Moet hij wel uit het net gaan zwemmen? Ja, kijk, daar gaat hij. Daar ligt hij. Hoppa. Gemeente Bergen, check. Oorspronkelijk was ik van plan om de hele dag in Bergen te vissen. Maar omdat ik binnen een uur een snoek had gevangen, besloot ik toch om naar een andere gemeente te gaan. Een gemeente waar ik al een paar keer geweest was, namelijk gemeente Heiloo. Het bijzondere aan het vissen in deze gemeente was dat tijdens zowel de eerste als de tweede poging de snoek zich totaal niet liet zien. Maar tijdens de derde poging zou alles toch wat sneller gaan. Nou, we zijn aangekomen, gemeente Heiloo. Derde poging dat ik hier doe. Ik ben aan de andere kant van Heiloo dan waar ik de vorige twee keer geweest ben. Je hebt toch even wat meer kleine woonwijkslootjes. En ik denk dat dat misschien de key is vandaag. Van de kleinere slootjes afgaan, niet op het grote water. En het water is eigenlijk best wel troebel, best wel ondiep. Ik zal hier en daar even een paar worpjes doen. En hopelijk laat snel genoeg een snoek zichzelf zien. Interessant stukje dit. Ik heb achter mij een brug en een tunnel. Nou, dus één ding is als snoeken van oude is het beschutting. En dat bieden die twee dingen precies aan.
Oh, oh, nee. Lang zitten. Zo, inderdaad. Oké, tijdens het omhoog halen. Jezus, dat gaat snel, jongens. Ik laat hem even in het net. Als ik hem los heb. En dan gaan we poseren met mijn monsterlijke vangst. En dan gaan we door naar de volgende gemeente. Dat is wel los. Nou jongens, absolute unit. Het is echt een van de kleinste snoeken die ik tijdens deze challenge heb gevangen. Maar deze nieuwe strategie blijkt erg goed te werken. Met kleiner aas pak je toch wat meer snoek, ook rond deze periode. Het zijn niet de grootste vissen, maar het is toch weer een gemeente van de kaart. Gemeente Heilo is klaar. Daar zijn we jongens, Castricum. Let's go. Ah, gemeente Castricum. Ik heb deze gemeente ook weten te klaren op dezelfde dag als gemeente Bergen en gemeente Heilo. Maar zeker niet zonder moeite. Dit was een van de gemeentes waarvoor ik echt alles uit de kast moest halen. Ja, no! Uit de buis, man. Zo, dat was een goede vis hoor. Fucking hell, man. Met je GoPro aan? Ja. Zo, de joekel, jongens. Ik zag hem eruit schieten. Ik keek net even jouw kant op, want ja, ik dacht drie keer tikken, had hij hem al moeten pakken. Jezus, ik sta hier helemaal te shaken. Was een goede vis, hoor. Ik denk dat die wel makkelijk 80 was. Terwijl we er allebei al richting gegooid hadden, hè? Ja, hij lag er echt in, inderdaad. Oh! Ja, nee! Oh, jongens! Hij tikte hem zelf het water uit. Oh, jongens. Ja? Ik wacht ons één stukje schip en misschien ziet het er aan de brug wat beter uit, maar dat is een fijn stukje. Maar die buis. Zo goed worden we gewoon te veel. Ja. Ja! Oh nee! Jongens! Gast, dat is gewoon echt een goede snoek, hè? Ja, zeker. Drie keer, hè? Drie keer al. Ja, vierde keer pakt hij hem ook nog wel, denk ik. Jongen. Ik sla daar naar links, hè? Is goed. Gast, dat is echt een goede vis. Die hele set verdwijnt gewoon in zijn mik, hè? Ik weet niet waar ik hem nou gemist heb. Ik zag opeens het aas naar mijn gezicht heen gaan. Ja, sorry. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik denk hem uit zijn bek sloeg daar. En zo begonnen de visdagen bij deze gemeente. Met het aanbieden van kansen op snoeken die ik keer op keer niet op de kant zou krijgen. Oh, ja, volger. Oh, kut. Oh, dat is een 80-90. Vlak voor mijn voeten nu. Ik ben hier meteen aan een goede plek. Ah, hij schrikt? Waarom? Hé? Schrok hij? Ja, hij schrok. Maar dat was een dikke, hoor. Moddervet was die. Dat is die. Ah, zonde, jongens. Maar we hebben ook gewoon nog niks waar karpers of zo zien zwemmen, hè? Maar die had ik wel verwacht op zijn minst. Bij de derde poging in Castricum kwam de aanbeet alweer vrij snel. Ditmaal zouden we echter de eerste snoek op de kant zien in deze gemeente. Ja! Nee, jongens! Ja, serieus. Oh, dat was echt zo snel. Oh, dat was echt heel snel. Oh, shit, hè. Ja, ik had mijn rail net dicht en ik had er al snoek aan hangen. Ja, Forsje, Ducky inderdaad. Dat was snoek, dat kan ik bevestigen bij deze. Echt, dat was het, hè? Dat ik hem gewoon meteen raakte. Ah, oh, jongens, niet gegund. Het is gewoon niet gegund. Maar gelukkig zou mijn maat Niels laten zien hoe je wel een snoek moet vangen. Ja, kom maar aan. Yes. Hij zit aan één puntje.
Nou jongens, dit is toch echt het bewijs. Dat in er een kastje op snoek zit. Ja. Een lekkere volgevreten 70er. Nou. Zo, die had haast. Ja. Lekker man. Eerste vis is binnen. Yes. Hoppa, op naar de volgende. Hier is het wel helder op zich. Dat is wel chill. Nee, jongens. Jongen. Oh, dat was een goede vis, hoor. Ja, zeker. Ja, dus mis. Oh. Daar is hij. Ik zag ze flit. Ja. Wat had ik hier langer moeten wachten? De snoek uit de gemeente die mij voor 4 volle visdagen veel kansen gaf, maar altijd net buiten handbereik bleef. Maar dat ook voorlopig nog zou blijven. Voor mijn 5e poging bleef ik bij dezelfde aanpak als de rest van de dag. Lichte hengel en klein kunstaas. Zo zou ik namelijk ook kans maken op de kleinere snoeken die er rondzwemmen. Dat zou nog wel kunnen opleveren. Oh, ga ik even kijken of wat zit. Weet je. Is dat een... Ja, dat is een snoek. Voor mijn neus. Voor mijn neus. Naast mijn aas. Dat is weg. Hé? Waar komt die vandaan dan? Die lag gewoon hier op het kantje. Oké. Nou, je ziet dus wel. Die jonge snoek die verstopt zich dus gewoon echt. Hij lag echt hier in het kantje, joh. Dik snoek. Ah, jeetje man. Uit het niks ook, hè. Nou, oké, dat is mijn maximaal actie in Castricum. 1 snoek per keer. Daar zat ik best wel mee tijdens het vissen. 1 snoek per keer. Maar zou vandaag dan eindelijk anders zijn? Ja, snel naar het net. Snel naar het net. Yes, let's go. Hij is los in het net. Oh, wat was dat close. Dat is hem. Gemeente Castricum klaar. Met zo'n klein dikkertje ook. Ik zal even mijn mat klaarleggen en mijn tweede camera neerleggen. Yes jongens, 3 gemeentes op 1 dag. Ongekend. Ongekend. Nou jongens, het is gelukt. 3 gemeentes in 1 dag te doen. Ik heb een prachtige snoek gevangen. Hij zal nog wel wat energie hebben, dus ik verwacht mijn knokkels open te halen. Het is een prachtige vis. Geen puntje schade, hij heeft wel een beetje een flapbekkie. Maar ja. We kunnen niet alles ervan verwachten. Ik zal hem nog heel even snel meten. Hij is 73 centimeter. Nou, dat is toch wel een snoek om blij mee te zijn, hoor. 3 snoeken in 1 dag. En 3 gemeentes in 1 dag ook nog eens. Nou, dit is een van de taaiste gemeentes tot nu toe geweest. Dus ik ben hier super blij mee. En ze mag wel lekker zwemmen. Nou beste kijkers, ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ik heb in 3 verschillende gemeentes een snoek gevangen vandaag.
Kijk, 47 centimeter, 32 centimeter en 73 centimeter. Ik was eigenlijk op zoek naar de kleinere snoekjes, want ik merk wel dat het makkelijker is om gemeentes mee te klaren. Maar ja, aan het einde van de dag toch nog wel een redelijke snoek gevangen. Ja, het is even een ander soort video. Gewoon in mijn eentje op pad, lekker rustig. Klein aas en gewoon ja, de provincie door. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden en tot de volgende video. Vond jij dit nou een leuke video en wil je mij door de hele provincie zien reizen op zoek naar de snoek? Abonneer je dan gratis op mijn YouTube kanaal en mis nooit meer een video. Bedankt voor het kijken.